hier gewoon gisteren een moord gebeurd. Maar dan, of vannacht, laat ik het zo zeggen. Nou ja, ik wist er niks van, dus ik keek vanmorgen, ging ik naar buiten. Ik moest naar beneden boodschappen doen. Denk ik van, wat is er hier aan de hand? Schotengeluid, bang bang. Dus dat heb ik gehoord vandaag. Het was 1:43 precies. Ik hoor opeens 6 schoten. Ik dacht gelijk, ja, er is iemand hier neergeschoten. Ik ben toen gaan kijken. Ik kwam beneden aan en ik zag hem daar liggen, door zijn hoofd geschoten. Lag hij tegen de liftdeur aan. Ik dacht eerst, ik ga hem eventjes helpen. Maar ja, hij was dood, dus ik dacht, ik raak hem niet aan. Voordat ik ook mee word genomen voor, ja, we hebben je vingerafdrukken erop gevonden. Dus ja, ik ben erbij blijven staan tot de politie is gekomen. Toen ben ik weggestuurd. Ik heb hem niet vaak gezien. Ik weet wel dat hij hier in de flat woont, maar... Toen ik hem ook zag, ik moest ook even zeker weten of hij hier woonde. Ja, ik hoorde het van mijn buur dat hij echt wel hier woonde. En dan blijkt dat het hier bij ons in de flat gebeurd is. Dan denk ik, stelletje boeven. Dat zijn natuurlijk weer criminelen, hè.